Hartelijk welkom bij deze videoreeks over de werking van het brein en mind en hoe je deze kennis kunt toepassen in je eigen leven, in werk of in leiderschap. Vandaag gaat de video over je gedrag veranderen, oftewel het toepassen van de neuroplasticiteit van het brein. Ik kan het beste illustreren aan de hand van een voorbeeld. Veel mensen worden geleid door de waan van de dag. Eigenlijk betekent dit dat ze een gewoonte hebben aangeleerd om te reageren op alles wat er op hun afkomt. Maar dat hoeft niet. Ze kunnen ook een andere gewoonte aanleren. Een gewoonte die zorgt dat ze hun eigen agenda, hun eigen planning volgen. Dit komt omdat het brein neuroplastisch is. Hoe werkt die neuroplasticiteit? Neuroplasticiteit hoort bij de zogenaamde versterkende eigenschappen van het brein. Dit zijn eigenschappen van het brein die je helpen om goed gebruik van je brein te maken. Neuroplasticiteit betekent dat het brein zich aanpast als gevolg van de impulsen die je het brein geeft. Geef je het brein continu impulsen dat je door de waan van de dag geleid wil worden, zal het brein zich hierop aanpassen. Deze manier willen we ook gebruiken om je te leren om minder door de waan van de dag geleid te worden en meer geleid te worden door planmatig werken. Laten we eens kijken hoe dit zit. Op deze afbeelding kun je zien dat je een brede baan hebt ontwikkeld. Deze neurale baan is ontstaan omdat je langdurig iets op een bepaalde manier gedaan hebt. Als je langdurig door de waan van de dag bent geleefd, heeft het brein zich hierop aangepast. Dit manifesteert zich dan in het brein. Er is een neurale baan ontwikkeld. Nu ga je je brein een ander impuls geven. Want het brein reageert op de impulsen die het geeft. Wat je aandacht geeft groeit. Oftewel, waar je aandacht richt, gaat ook je energie naartoe. We willen nu van door de waan van de dag geleid worden naar planmatig werken. We gaan het brein dus impulsen geven om planmatig te werken. Zoals je op deze afbeelding ziet, gaat het brein dan ook een baantje maken dat het nieuwe gedrag laat zien. Een neuraal baantje dat past bij planmatig werken. Het nieuwe baantje is nog niet breder dan het oude baantje. Je moet dus net zo lang oefenen tot het nieuwe baantje breder is dan het oude neurale baantje. Er zijn veel getallen in de omloop die aangeven hoe lang dit zal duren. Ik denk dat het van veel factoren afhangt en vanuit de wetenschappelijke literatuur kan je ook niet een vast getal noemen. Maar ga maar uit van een gemiddelde van 6 weken voor een niet al te complexe gedragsverandering. Er is een belangrijke factor die het slagen of falen erg kan beïnvloeden. De eerste paar weken van oefening gaat namelijk gepaard met veel stress of ongemak. Je moet namelijk het oude gedrag loslaten. En het nieuwe gedrag geeft je een onnatuurlijk gevoel. Het is de reactie van het brein bij het veranderen van gedrag en bij het loslaten van oud gedrag. Het is allereerst belangrijk om dit onnatuurlijke gevoel te herkennen. Je hebt nu 2 mogelijkheden om met dit onnatuurlijke gevoel om te gaan. Je kunt je door laten leiden en teruggaan naar het oude gedrag, of je kunt kiezen om er even doorheen te gaan. Het mag duidelijk zijn dat je even door moet gaan. Het blijkt in de praktijk namelijk dat het onnatuurlijk gevoel na 2 weken echt verdwenen is. Ik wil je graag een belangrijke opmerking meegeven. En dat is, probeer er niet te veel over na te denken, maar ga vooral oefenen. Dan ga je zelf de versterkende eigenschappen van het brein ervaren. Door het nieuwe gedrag te oefenen, wordt de nieuwe neurale baan versterkt en de oude baan verzwakt. Dat is gewoon een versterkende eigenschap van het brein. Maak daar gebruik van. In deze video heb ik je meegenomen hoe je gedrag kunt veranderen. En het hoeft eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Het gaat om met focus en met aandacht oefenen. Oefenen, oefenen, oefenen is hier het sleutelwoord. Als je meer wilt weten over de werking van het brein en de mind, dan kun je je aanmelden op abonnee van dit kanaal. Bedankt voor het kijken en hopelijk tot ziens.